Yo, een heel goede middag. Daar zijn we weer. Ditmaal weer met een Nedergaming update, als alweer een tijdje geleden. En er is aardig wat nieuws te melden, zowel voor Nedergaming als voor andere zaken in Casinoland. Je ziet hier al op het scherm staan Leo Vegas, een heel populair casino. Het is eindelijk live. Ze hadden al een tijdje een vergunning, maar ze zijn... sinds gisteravond zijn ze onofficieel live gegaan. Ik raad je aan om nog niet... te gaan registreren, want ze zijn, ze zijn nog niet officieel live. Ze zijn ook wat puntjes op de i aan het zetten en de website in orde aan het maken. Ik heb altijd een hele goede ervaring gehad met Leo Vegas, dus ik keek wel erg uit naar deze lancering. Ik heb er zelf ook nog niet geregistreerd, ga ik ook nog niet doen. Ik wil eerst zorgen dat alles op orde is. En het is wel verleidelijk, maar ik weet dat als ze nog bezig zijn met zo'n opstartfase en de livegang, dan zitten er nog wat foutjes in. Je kan bijvoorbeeld nog geen stortingen doen. Niet alle spellen zijn aanwezig. Sommige zaken op de website werken nog niet. Dus wacht nog heel eventjes. Sterker nog, ik zou je eigenlijk willen vragen om te wachten tot 16 oktober. Het is nu 4 oktober. Op 16 oktober komt namelijk ook mijn deal met Leo Vegas live. En ik zou jullie eigenlijk willen vragen, het is geen verplichting, maar als jullie mij willen helpen, dan zou ik je straks willen vragen om via mijn link bij Leo Vegas jezelf in te schrijven. Als een kleine incentive, om dat ook aantrekkelijk te maken voor jullie, want ik snap, jullie interesseert het. Jullie willen ook gewoon spelen, maar weet in ieder geval, als je dat toch gaat spelen... wacht dan even nog anderhalve week en schrijf je straks via mijn link in. Ik zal ook een video plaatsen met de link en de informatie erbij, zodra dat kan. Want ik wil eigenlijk een leuke promotie op gaan zetten, dat iedereen die zich via mijn link inschrijft, jullie helpen mij daarmee. En ik wil die mensen ook een soort van gaan belonen. Ik heb niet heel veel middelen tot mijn beschikking, want het zijn, zoals jullie weten, zware tijden geweest. Maar ik heb hier nog heel veel leuke spullen liggen van allerlei providers. Van t-shirts tot aan broeken, hoodies, koffiemokken, docking stations. Ja, noem het eigenlijk maar op. En ik wil eigenlijk een soort livestream gaan opzetten. En dan wat prijsvragen gaan doen. En ik moet nog wel even kijken hoe ik dat in ga schieten. Maar dan wil ik eigenlijk iedereen die de moeite heeft genomen om zich via mijn linkje in te schrijven... die komt dan in aanmerking voor die prijzen. Nou, verwacht geen auto of een gouden horloge of iets dergelijks. Het zijn meer wat gadgets en dergelijke. Zie het als een soort van extra beloning. En als bedankje voor degene die zich via mijn link dan bij Leo gaan inschrijven. En dan maken we er een leuke livestream van. Zoals ik al zei, de website zelf is dus een soort van live. Ik moet wel zeggen, want hier bovenin, ik weet niet of ze het nog gaan aanpassen, maar ik zal het heel even kijken. Kijk, de live casino welkomstbonus voor een 100% live casino bonus tot 200 plus 5 euro aan free reward games. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is niet de beste bonus die ik voorbij heb zien komen. Maar goed, 200 euro extra is altijd leuk. En ben je een bonus hunter... En, of bonusjager moet ik eigenlijk zeggen. Dan kan het sowieso meegenomen zijn. Maar ik hoop dat ze nog met wat leukere bonussen gaan komen. Leo Vegas stond namelijk in het verleden bekend om echt wel de super gave bonussen. Ze hadden ook een heel gaaf loyaliteitsprogramma waarbij je punten kon sparen. En die kon je weer inwisselen voor allerlei zaken. Een beetje zoals bijvoorbeeld Circus ook doet. Ik ben benieuwd of dat nog gaat komen. Het is nog een beetje onduidelijk omdat ze dus nog aan het opstarten zijn en de website nog aan het vullen zijn. Maar ik ga dat de komende tijd zeker in de gaten houden. Ik hoop alleen niet, want de wetgeving in Nederland is qua bonussen nogal streng. Dus misschien dat ze ook gewoon qua wetgeving gelimiteerd zijn. Maar goed, ik heb ondertussen een klein beetje rondgekeken. Het enige wat opvalt, is dat ze een bijzonder spel hebben. Namelijk Deal or No Deal Live. Nou weet ik niet of het een foutje is, of dat ze een of andere exclusieve deal hebben weten te strikken. Want naar mijn weten valt Deal or No Deal Live
onder de rechten van de Nederlandse loterij. En dat is ook de reden waarom je het niet bij de Nederlandse casino's kan spelen. De Nederlandse loterij, die wou eigenlijk zelf met een online casino komen. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar die, ja, die doen een beetje moeilijk over de rechten. Waardoor bijvoorbeeld Toto en dergelijke het allemaal niet aan kan bieden. Maar ik zie het hier bij Leo Vegas nu in één keer wel staan. Dus ik vraag me af, is het een foutje dat ze die straks nog gaan verwijderen als ze officieel live gaan? Of hebben ze een exclusieve deal? Maar dat ga ik zeker in de gaten houden. Want als ze dan officieel live gaan, dan ga ik zeker deal or no deal spelen als die blijft staan. Want ik vind dat zelf een heel gaaf spel. Het is wel een gevaarlijk spel. Maar daar gaat dan zeker een review over komen. Er zijn ook wat andere providers die we nog niet eerder bij andere casinos hebben gezien. Je ziet hier On Air, Nexus Roulette en zo nog een paar andere spellen. Ik zag hier trouwens ook Vegas Ball Bonanza. Die kan je trouwens wel bij meerdere casinos spelen. Daar ga ik binnenkort ook nog een review over doen. Maar even kijken voor exclusiviteit. Moet ik heel even kijken. Ja, hier. Nine Pots of Gold, een heel populair slot. Daar is een live casino versie van. Dat is een spelshow. En ja, Leo Vegas is de eerste partij in Nederland die die gameshow gaan aanbieden. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik ken het totaal niet. Het is van Stream Icon. Ja, ik had er echt nog nooit gehoord. Maar toevallig zei iemand laatst in een comment onder een van de video's dat... dan moet ik het even goed zeggen. Mijn voorbereiding is weer slecht natuurlijk. Maar ik dacht dat het onder Quickspin viel. Dus de game provider Quickspin. En dat die dus ook live games hebben... Waaronder Nine Pots of Gold. Dus ja, die ga ik zeker spelen als ze straks officieel live gaan. Ik heb al snel heel even gekeken bij hun op de website. Ja, het ziet er een beetje uit als de gokkast zelf. Met oplopende multipliers. Ik zie het tot 2000x. En ja, ik heb een videootje op YouTube bekeken. Maar dat was niet heel spectaculair. Want dat duurde letterlijk 15 seconden. Maar dan kan je het een klein beetje zien hoe het werkt. Tot 15.000x zelfs. Met een bekende tune. On Air Entertainment. En gaan we op de website van On Air Entertainment kijken. Dan zien we ook nog een ander spel. Travel Fever. Die is nog niet uit. Maar staat bij Coming Soon. Dus die zal dan binnenkort ook beschikbaar zijn. Dat ziet er wel heel gaaf uit met een horizontaal rad. Flying Dice Bonus. Dat ziet er een beetje uit als een pinball automaat of een flipperkast. En ik zie een heleboel bonusjes op dat rad staan. Er staat hier ook 6 bonus games. En een leuke dame die op de voorkant staat te prijken. Ja, daar word ik sowieso altijd wel enthousiast. Nee, maar serieus, dat ziet er wel interessant uit. En dus Leo Vegas gaat wel met wat exclusieve games komen. Maar goed. Ja, voor degenen die niet kunnen wachten. Ja, die kunnen zich op zich al inschrijven. Alleen je kan toch niet storten. Dus doe maar één groot plezier. En ik zeg, ik ben niet van het belen of zo. Maar ik ben... En dan kom ik zo op terug bezig om wat budget te regelen. Zodat ik echt vaste livestreams kan doen en dergelijke. En als je toch al bij Leo wil gaan spelen. Wacht dan heel even tot de 16e. Misschien dat het de 17e wordt. Maar de 16e en 17e. Dan gaat mijn samenwerking met hun live. En ja, dan kan ik jullie misschien zelfs een leuke bonus aanbieden. Maar in ieder geval kan ik iedereen die zich via mijn link dan gaat aanmelden. Dus wat goodies gaan geven via prijsvragen. Dus ja, wacht nog heel even alsjeblieft met inschrijven blablabla. En ik ga het niet bedelen, maar ik doe het toch één keer, want dan maak ik er meteen een keigave livestream van en dan gaan we wel prijsvragen doen en dan is iedereen blij. Dus mocht het zover zijn, dus rond de 16e, 17e zal ik dan een video uploaden met allerlei met de informatie en de link erbij en dan kunnen we gaan knallen op Leo Vegas. Dat was het Leo Vegas gedeelte. Een ander iets is de YouTube Shorts. Nou, degenen die de video's volgen en ja, ook dat belletje hebben aangeklikt. Die zullen al wel gezien hebben dat ik de laatste dagen wat YouTube Shorts heb geüpload. Er zijn een aantal nieuwe geweest. Ik heb bijvoorbeeld hier JJ's Dutch Casino Dance. Die was wel grappig. Ik heb een paar grappige dingetjes, heb ik daar korte video's van gemaakt. Nou, die YouTube Shorts, dat zijn video's van maximaal een minuut. En ja, die zijn rete populair. Wat ik eigenlijk wil gaan doen is, ik heb nu van alle, hoe moet ik dat zeggen, alle big wins van de afgelopen jaren. Daar heb ik shorts van gemaakt.
was best wel lastig, want dan moet je dus in een minuut proppen. Maar het voordeel is wel, dan, als je dit soort films kijkt, dan zie je gewoon direct de actie. Dus ja, ik zeg al, de eerste vier waren, of eerste vijf, waren wat van oude livestreams van, of livestreams, spelshows van de runner achter runner van Stake Logic. Dat was leuk, omdat die casino hosts allemaal Nederlands praten. En op een gegeven moment, ja, de meeste ken ik inmiddels wel. En ja, die halen af en toe wat grappen en krollen uit. Dus daar heb ik ook wat video's van online gezet. En hier zie je bijvoorbeeld die grote Mental win en Big Bamboo win. En alle andere big wins die ik heb gehaald, die komen er de komende 2 maanden komen ze live. Dat zijn dus geen nieuwe video's, maar de korte samenvatting, zo moet je het eigenlijk zien. Dus meer iets voor erbij. En volgens mij, ik heb er nu zo'n 50 gemaakt of zo. Dus volgens mij, ik denk dat onderdag komt er dadelijk eentje live tot en met eind december. En dat is dus naast de normale video's die ik doe. Vanaf nu ga ik ook proberen wat meer een vaste layout aan te houden. Nou, je hebt al gezien in normale video's dat bij de laatste video's, die hebben allemaal zo'n blauw achtergrondje. Dan ga ik straks bij alle video's doen dat je een beetje gewoon zo'n soort standaard hebt. Hetzelfde geldt voor de shorts. En alles wat ik nu opneem tijdens mijn goksessies, dan ga ik zowel in normaal videoformaat doen, voor de normale video's, als in short video. Dus dan wordt de kwaliteit van die short video's wordt straks ook beter. En ik neem dat dan gewoon dubbel op. Dan, want nu ben ik eigenlijk de oude video's die zeg maar in groot formaat zijn, die moet ik dan in één keer in een telefoonformaat doen. Dus vandaar en dat is wel lastig, want je kan dan niet zeg maar het hele scherm laten zien. En als je, ja, het kan wel, maar dan wordt het zo klein dat het niet meer leesbaar is in die shorts. Of dat in ieder geval niet goed zichtbaar is. Maar goed, dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar die shorts, de kwaliteit, die wordt beter. En die worden straks dan ook voorzien van nieuwere content. Maar voor nu gaan er dus de komende 2 maanden dus vooral de big wins van iedere keer erop gezet worden. Dus ja, moet je maar kijken of dat interessant is. Het is meer voor erbij. Ook qua video's ga ik wat opschalen. Ik heb een tijdje gedaan. Ik zeg al, het zijn lastige tijden geweest. Dus de afgelopen maanden was het vaak zeg maar om de dag. En soms zelfs 2 dagen ertussen. En dan weer een videootje. Ik ga uiteindelijk weer toe naar 1 video per dag. Het kan nog wel zijn dat de komende maanden dat af en toe eens een keer om de dag is. En dat heeft meer met het budget te maken. Nou, zoals jullie weten is er van alles gebeurd afgelopen jaar. En ik was bezig geweest om wat nieuwe deals te maken. Om zo een budget te kunnen garanderen waarmee ik het YouTube kostendekkend kan maken. Of in ieder geval geld genoeg had om video's te kunnen blijven maken. Het goede nieuws is dat ik het budget bijna rond heb. Alleen wat ik wilde eigenlijk een sponsoring hebben voor YouTube. Maar vanwege de wetgeving in Nederland is dat gewoon heel erg lastig. En er is op dit moment nog geen 24+ filter op YouTube. Dus ik moet ook op YouTube straks aan kunnen tonen dat 95% van mijn bezoekers 24+ is. Ik ben wel met YouTube bezig om dat te regelen. Maar tot die tijd is het gewoon erg lastig om daar een concrete sponsor voor te vinden. Ze staan wel, ik wil niet zeggen allemaal in de rij, maar dus, mensen hebben zowel casino's als providers die hebben wel aangegeven, joh, we willen direct de deal sluiten als jij aan die 24+ regel kan voldoen. Maar dan heb ik even de hulp van YouTube nodig, dus dat is een beetje frustrerend. Maar ik heb het via een omweg heb ik alsnog budget weten te regelen. Het enige nadeel is dat ik wil eigenlijk een soort van 5 à 6 deals hebben met zowel providers als casino's. En dan zo allerlei kleine potjes dat ik in totaal toch nog genoeg inkomen heb om een boterham te smeren, mijn huur te betalen en een klein budgetje overhoud om YouTube video's te maken. En ik ben nu denk ik op, ja, wat zei ik nou net, dat ik 6 deals wilde hebben. Ik heb er nu zeg maar 3,5 en met een halve bedoel ik dat deze week krijg ik misschien nog te horen of nog 1 deal doorgaat. Dus dan heb ik, als dat lukt, heb ik er al 4 van de 6. Dan heb ik in principe al voldoende budget. Maar het
zou fijn zijn als er dan ook één deal bij komt. Want dan heb ik echt geen zorgen meer. En dan kan ik lekker zorgeloos gaan knallen. En het lastige is wel dat ik moet allemaal geheimhoudingsverklaringen tekenen en dat soort zaken. Dus ik mag niet precies aangeven met wie ik ga samenwerken. En het is ook dus niet echt specifiek voor YouTube. Zoals jullie weten heb ik ook websites draaien. En die voldoen wel allemaal aan die 24-plus regel. En ik heb eigenlijk meer uit noodzaak een soort van allerlei diverse deals. Hoe moet ik dat goed zeggen? Deals gesloten in die zin dat bij de een moet ik bijvoorbeeld werkzaamheden verrichten. Bij de ander moet ik bijvoorbeeld promotie doen op mijn websites door artikelen te schrijven. Sommigen zeggen, we huren een banner op je website. En zo heb ik het een beetje vormgegeven. Het fijne bij dat soort deals is wel dus dat ik geen verplicht, of tenminste ik heb geen druk in die zin dat bijvoorbeeld bij die reviews. Kijk, als je natuurlijk, stel dat ik een deal zou hebben met Evolution Gaming, dan, en ik doe een review. Ik ben wel iemand die gewoon wil zeggen wat ik wil zeggen. Dus als ik het spel niks vind, dan wil ik het ook kunnen zeggen. En dat is lastig als je een deal hebt specifiek voor YouTube. Ja, als ik betaald word om bepaalde spellen te spelen, dan wordt het natuurlijk een stuk lastig om daar een slechte beoordeling aan te geven. Want dan gaan die partijen niet blij worden. Maar goed, dat probleem heb ik dus eigenlijk via die andere deals gewoon een soort van opgelost. Dus dat is gelukkig niet ter sprake. Dus ik kan lekker vrijuit mijn reviews blijven doen. Ik hoef niks verplicht te doen op YouTube. Maar aan de andere kant, ik moet wel aan de achterzijde gewoon werken. Het is een beetje een vaag verhaal, maar ik zeg altijd gewoon, moet je denken aan artikeltjes schrijven, een bannertje verkopen op mijn website, af en toe wel interviewtjes te doen op de website, et cetera. En van die interviews komt misschien ook een video-interviewtje van op YouTube en dat soort zaken. Wat ik wel ga doen, is dat ik zeg al, sommige spellen van bepaalde providers, die zal ik misschien wat vaker gaan spelen. Uit goodwill, omdat ik met die bedrijven samenwerk. Mijn idee is eigenlijk, ik ga echt een soort van planning maken. Want heel veel mensen hebben bijvoorbeeld ook gevraagd over livestreamen. Nou, dat gaat gebeuren. Ik zeg al, dat was voor mij dus ook belangrijk. Ik wilde dat ook super graag doen, hoor. Want het liefst doe ik dat ook 3 keer in de week. Alleen, er moet wel budget voor zijn. Ik ga nu zeg maar gewoon overdag ga ik gewoon werken. Ja, voor bepaalde bedrijven, maar ook voor mezelf. En voor het affiliate gedeelte. En bij het affiliate gedeelte, dat is altijd een beetje flexibel. Dus daar kan ik niet van op aan als het gaat om budget. Dus vandaar dat ik nu gewoon wat opdrachten eigenlijk heb aangenomen. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus ik ga wat werken voor bepaalde bedrijven uit de gokindustrie. Voor mijn websites en dergelijke. En ook misschien nog wat losse klusjes. Zodat ik in ieder geval een vast budget heb. Het grote voordeel voor jullie is dat ik daardoor meer livestreams kan gaan doen. En ik weet het, ik heb dat vaak gezegd. Maar ik zeg al, het budget is gewoon voor mij gewoon het allerbelangrijkste. Want ik moet ook gewoon, stel dat ik 3000 euro in de maand verdien. En ik heb 1500 euro vaste lasten. Dan hou ik nog 1500 euro over. Nou, ik wil ook leuke dingetjes doen. Dus daar gaat nog 750 euro vanaf. En dan blijft er nog een budget over van 750. Wat ik kan gebruiken om lekker te gaan gokken. Dat is eigenlijk hoe ik het een beetje wilde doen. Door nou wat extra opdrachten aan te nemen, is zeg maar dat budget van, ik noem maar wat 3000, is nou verhoogd naar 6000, waardoor ik aan het eind van de streep, na mijn vaste lasten en allerlei andere dingen, dat ik gewoon een iets grotere pot overhoud om per maand te gokken. Dus stel dat ik dadelijk iets van 2.000 tot 4.000 euro over heb om te gaan gokken per maand. En ik wil me gewoon aan dat budget houden, want voor elke gokker geldt. Ja, je moet alleen met geld gokken wat je kan gaan missen. En de afgelopen maanden kon ik het gewoon niet missen. Vandaar dat ik de livestream niet kon doen. En natuurlijk, ik had ook met kleinere inzetten kunnen spelen. Alleen het punt is, het speelt gewoon niet lekker als je gewoon op het laatste stukje van je budget zit. Dat voelt gewoon niet fijn. En ik wil gewoon vrijuit kunnen spelen. Ik moet eigenlijk, en zo doe ik het bij ook als ik naar Holland Casino ga. Als ik 200 euro meeneem, dan ga ik er gewoon vanuit dat ik die 200 euro verlies. Win ik, is meegenomen. Maar je moet er wel vanuit gaan dat je het van tevoren verliest. Want zo blijft het gokken leuk. Zo kom je nooit in de problemen. En dat is uiteindelijk ook natuurlijk belangrijk. Of het belangrijkste eigenlijk. Want ik ben natuurlijk wel
verslaafd aan gokken. Dus ik moet er heel erg voor zorgen dat ik niet over mijn eigen grenzen ga. Dus de druk is er toch al om video's te maken en continu te spelen om wat leuke content te maken. Dus ik moet voor mezelf gewoon ook heel erg zorgen dat ik gewoon een vast budget heb. Daar niet overheen ga. En echt een plan van aanpak maken van joh, dan en dan doe ik review-verzoeken van mensen. Dan en dan doe ik livestreams, et cetera. Dan blijft het ook voor mij leuk. Blijft het voor jullie leuk. Kan ik het lange termijn volhouden en kom ik nooit in de problemen. Dat is in ieder geval mijn idee. En daar heb ik de afgelopen maand eigenlijk naartoe gewerkt. Dus het budget is nu bijna rond. Wat ik eigenlijk wil gaan doen is dat ik... op de zondag ga ik eigenlijk een soort hoofdlivestream doen. Dat zal in eerste instantie nog niet elke zondag zijn, maar in ieder geval één keer per maand. Uiteindelijk wil ik de komende maanden, ik denk vanaf januari, februari, maart, ga ik toe naar 2, 3 tot 4 keer in de maand. En dan uiteindelijk zullen we over een x, zeg maar over binnen nu en een half jaartje, zullen we op elke zondag een hoofdlivestream gaan doen. Daartussendoor ga ik ook nog een paar keer per maand specifieke livestreams doen van specifieke providers. Dus dan kan het zijn dat ik... ik ga geen namen noemen, maar dat zullen jullie dan vanzelf zien. Daar ga ik gewoon de spellen van een bepaalde provider spelen. En dan kun je tijdens die livestream kan ik ook wat vragen beantwoorden en dergelijke. En dat worden korte livestreampjes van een uurtje max, 1,5 uur à 2 uur. En die zullen misschien 1 à 2 keer per maand gaan doen. Dus als het uiteindelijk goed gaat, ga ik... het doel, dat is uiteindelijk de doelstelling om dus 4 hoofdlivestreams te gaan doen. En daarna nog 2 tot 4 sublivestreams. Misschien later meer, afhankelijk ook van... win ik wat bij die livestreams? Dan kan ik natuurlijk vaker livestreams gaan doen. En als ik bij alle livestreams alles verlies... Dan moet ik maar mijn budget houden en dan geldt er gewoon een maximum. Dus ik moet daar zelf de komende maanden ook een klein beetje mee gaan stoeien. Ik maak er weer een veel slank verhaal van. Ik wou het weer super kort houden, maar goed. Dat is uiteindelijk de planning. Het goede nieuws is dan dus dat het budget rond is. Of tenminste voor 90%. Ik vind de komende maanden in ieder geval flink gas gaan geven. Er zijn er nog andere dingetjes. Ja, nou, het zal... Ik denk het is nu 4 oktober, dus ik ga dadelijk nog even 1,5 week op vakantie. Dan heb je nog november, december. Dat zijn natuurlijk sowieso al drukke maanden. Dan heb je de feestdagen erbij. Misschien dat ik met de kerstmis en daar kan ook iets speciaals kan doen. Maar dan moet ik allemaal nog even aankijken, omdat het natuurlijk druk is... Aan de achterzijde hier ook met die nieuwe samenwerking. Want die moet ik ook allemaal gaan testen. Van hoe gaat dat dan al wel precies. Aan de andere zijde ga ik flink opschalen met YouTube. En ik verwacht eigenlijk pas vanaf januari echt flink te kunnen gaan knallen. Want ik heb ook nog even 2 testmaandjes nodig. En tijdens de feestdagen ga ik mezelf ook gewoon helemaal volvreten. En dan wil ik ook een klein beetje rustig aan doen. Want ik heb echt wel voor mijn doen hard gewerkt. En ik ben een Indo. Indo's moeten niet te hard werken. Nee, daar alle kijk uit op het stokje. Maar het is echt wel pittig geweest de laatste maanden. Dus ik wil ook even een korte vakantietje houden. En dan ga ik daarna flink knallen. Maar goed, het goede nieuws is dat er veel livestreams aan kan komen. En ook nog veel verzoekvideo's. Want ik loop echt heel erg achter. Maar ook dat had met budget te maken. Maar ook dat gaat goed komen. Ik ga daar ook een inhaalslag maken. Dus de planning is straks ook gewoon elke dag weer een videootje online. En dan gaat alles weer goed komen. En ik zeg, los van het budget had het dus ook met die wetgeving te maken. En dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Het kabinet is natuurlijk gevallen. En heel veel, er komen nieuwe verkiezingen aan. Dus heel veel van die groene partijen die gaan halen weer van alles uit de kast om allerlei verboden door te drukken. Nou willen ze zelfs die, van de week riepen er een paar, die willen nou dat online gokken weer... illegaal wordt, of althans dat die nieuwe wetgeving die het legaal maakt in Nederland, die willen ze weer terug gaan draaien, maar ik verwacht niet dat dat gaat gebeuren. Want de staat haalt natuurlijk ook heel veel geld op en ze kunnen geld op dit moment goed gebruiken, dus alle kansspelbelasting en de belasting die ze halen via de casino's, die kunnen ze dan weer
gebruiken voor andere projecten. Dus ik verwacht niet dat gokken weer verboden gaat worden. Ik denk wel dat er strengere regels gaan komen. Sowieso gaat er eind dit jaar gaan een speellimieten komen. Dus dat is al vrij snel. De vraag is alleen een beetje of het een limiet per casino gaat worden of overkoepelend. Maar de politiek sturen ze allemaal aan op overkoepelend. Ergens ook logisch, omdat anders heeft zo'n limiet natuurlijk geen zin. Dus stel dat je een limiet hebt, een stortingslimiet hebt van 2000 euro per maand. Als dat per casino geldt, dan zou je in principe bij 7-11 kunnen gaan spelen. Als je daar aan je limiet zit, dan ga je gewoon door naar Toto en vervolgens naar Casino en vervolgens naar Leo Vegas, et cetera. Dus ze willen dat eigenlijk overkoepelend maken. Alleen de vraag is een beetje of dat mag vanwege de privacywet die vrij streng is in Nederland. En hoe ze dat allemaal willen gaan koppelen. Dus ik verwacht dat ook wel een lastig verhaal gaat worden. Maar we gaan het de komende maanden zien. Maar dat is ook de reden zelf, los van het budget, dat ik ook even gekeken heb. Ja, wat mag er nu wel en wat mag er niet op YouTube? Er zijn wel heel veel YouTubers die nog gewoon livestreamen. Ik krijg ook vaak de verzoeken van, joh, kan je niet een keer maar Jordi Storm gaan streamen? Of je hebt nog een paar van die andere gastjes die dat doen. Alleen, ja, A, gaat dat bij mij niet, omdat hun doelgroep is gewoon te jong. En zij werken niet samen met casino's. Dat zijn gewoon tieners en jongvolwassenen die een gewoon YouTube-kanaal hebben en tussendoor ook wat gokstreams gaan doen. Alleen hun doelgroep, inclusief zij zelf, die zijn vaak onder de 24. En dat is nou precies de doelgroep waar je in Nederland niet mee mag samenwerken als het om gokken gaat. Hun komen er mee weg omdat ze dus geen casino deals hebben en dat de handhaving vanuit de kansspelautoriteit op dit moment niet heel groot is. Maar feitelijk zijn die gastjes allemaal illegaal bezig. En omdat het voor mij een zakelijk iets is, ik moet me gewoon aan de wet en regelgeving houden hier in Nederland. En ik kan eigenlijk niet met dat soort jonge streamers geassocieerd worden. Dus dat kan ik helaas niet doen. Wat wel zo is, er zijn natuurlijk ook een aantal streamers die, net als ik, ook gewoon volledig aan de wet en regelgeving houden en ook een soort van affiliates zijn. Die hebben met dezelfde problemen te maken gehad als ik. Zo zie je bijvoorbeeld bij het kanaal van One Time, die zijn eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen helemaal gestopt, maar ja, die doen vrijwel niks meer met hun YouTube kanaal op het moment. Ik ga dat van de week nog even navragen bij hun, van wat ze daar nog mee gaan doen. Maar ja, die hebben met hetzelfde probleem als dat. Je moet aan die 24-plus regel voldoen. En dat is gewoon vrij lastig op dit moment om te halen met YouTube. Zo niet onmogelijk. Omdat YouTube ook niet de tools biedt om dat voor elkaar te krijgen. Maar bijvoorbeeld wat wel leuk is om te weten. Roel, die bij hun altijd wat streams deed. En die ik zelf ook leuk vond om naar te kijken. Die, ondanks het feit dat hij op dit moment even niet bij One Time kan streamen, heeft hij besloten om zelf maar een kanaal aan te maken. Dus ik vind het een goede gast. En hij maakt ook altijd leuke video's. Hij gokt ook altijd een beetje zoals ik. Alles of niets. Ik hou er wel van. Zijn kanaal heet Roulette. Ga daar even kijken. Zoek het op YouTube. Ik zal het meteen even kijken. Nou, bezoek even het kanaal. Hij is echt net begonnen. Dus hij doet heel veel livestreams. Dus als je livestreams leuk vindt om te volgen, zoek hem even op. Roulette. En volg hem ook eventjes. En dat was het eigenlijk. Ga ik er ook wel een einde aan breien. Ik zeg al, ik heb veel te lang verhaal veel gemaakt. En ik had er eigenlijk nog wel allemaal andere dingen in gedachten. Maar die doe ik dan de volgende keer wel even. Want ik ben weer veel te langdradig. En ik wil lekker een kopje koffie pakken en een sigaretje roken. Ik probeer wat minder te roken tijdens de livestreams, tijdens het opnemen. Volgens mij is dit de allereerste video ooit waarbij ik niet gerookt heb, dus applausje voor mezelf. Maar samenvattend, er komen meer livestreams, meer video's. Komende maanden ga ik flink opschalen. Dus we gaan gewoon lekker knallen. En Leo Vegas is live, maar wacht nog even met inschrijven. Rond de 16e upload ik een video. En ik zou het super tof vinden als jullie dus via mijn link, dus even wachten met inschrijven en dan straks via mijn link jezelf kan registreren bij Leo Vegas, dan koppel ik daar meteen ook een mooie prijsvraag aan. Dus bedankt alvast en ik laat jullie ook nog even weten wanneer de eerstvolgende livestream gaat komen. Yo, hoi hoi.